Beste kijkers, de First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft op 5 december 2018 kinderdag enkele kindertjes in de bloemetjes gezet. Ook van de officiële heringebruikname van de speeltuin in het Palmetuin plaats. Wij van het Nationaal Informatie Instituut brengen u terug naar dit moment. Jullie zijn in de Palmetuin en het is jullie tuin. Vandaag is 5 december. Ik wil jullie allemaal feliciteren. En alle oudere mensen hier die ook een kind in zich hebben. Ik heb nog een kind in me. Maar deze dag is speciaal voor jullie. En we danken de First Lady dat ze het hele jaar door bezig is geweest om te kijken naar de tuin. En te kijken van hoe maak ik die tuin zo mooi mogelijk dat kinderen het ook mooi vinden. En daarom heeft ze dit neergezet. Ze heeft een speeltuin neergezet naast die oude speeltuin die er was. En daarvoor zijn we er erg dankbaar. First Lady, deze dag, deze kinderen gaan het nooit meer vergeten. Een heleboel van deze kinderen zijn zo enthousiast. Hun ouders zijn enthousiast vanwege het feit dat zij... Sommige ouders zeiden, ik heb niet eens de First Lady ooit gezien. Dan heb ik Chingoshi First Lady. Ze zijn heel trots en heel dankbaar. Ze willen hun dank uitspreken aan u. Maar de kinderen gaan dit meenemen voor de rest van hun leven. Zij mochten, jullie gaan straks samen met de First Lady, jullie speeltuin in gebruik nemen. En wij als cultuur zijn enorm blij, want dat is waarvoor deze tuin is. Is voor de kinderen, is voor ons allemaal, is voor Suriname. Gefeliciteerd met Kinderdag. Dank je wel. Vandaag is een speciale dag voor jullie. Vandaag heb ik hier OS Geiersvleit 1, OS Geiersvleit 2 en Eske Peuterschool. De bedoeling is, er was al een speeltuin hier, maar een heleboel toestellen waren stuk. Dus we hebben het gerenoveerd en we hebben anderen erbij gezet. Ik wil van hieruit ook het ministerie van Sport en Jeugdzaken bedanken. Want zonder hun was het ook niet gelukt om dat nieuw gedeelte te plaatsen. We hebben het heel mooi gemaakt voor jullie. We willen jullie vragen, wees er zuinig mee. Laten we niks stuk maken, zodat jullie er langer gebruik van kunnen maken. Zodat meer kinderen naar hier kunnen komen. Want dat is de bedoeling. We willen dat veel meer kinderen naar hier komen en kunnen genieten van de Palmetuin. Als jullie rondkijken, zie je dat er heel wat gebeurt. We zijn echt bezig, samen met cultuur natuurlijk, om de tuin een beetje te upgraden. Dat mensen het leuk gaan vinden om hier te wandelen. Dat is wat we willen. Maar natuurlijk, ik ga niet te lang praten, want jullie willen niet naar mij luisteren. Jullie willen natuurlijk gaan spelen. Aan het eind, wanneer jullie naar huis gaan, dan heb ik ook nog een verrassing voor jullie. Maar dat zullen jullie later zien. Ik wens jullie heel veel speelgenot toe en geniet ervan. Dankjewel. Dag is het vandaag? Kinderdag. En wat heb je van mama gehad vandaag? Pop. Een pop? Mag ik ook met je pop spelen? Mag ik ook met je pop spelen? Nee. Waarom niet? Is jouw pop nou? Je bent nog groot. Amen. Vandaag was ook een vrouw hier bij jullie. Welke vrouw was het? De First Lady. Ken je de First Lady? Ja. En ik heb gehoord dat ze jullie ook een cadeautje gaan geven. Ja. Ben je blij? Ja. Wat zeg je alle kindertjes vandaag? Fijne kinderdag. Fijne kinderdag. Welke dag is het vandaag? Kinderdag. Oh, en waar ben je? Palmetuin. Oh, vandaag was er een mooie, een lieve vrouw hier toch? Welke vrouw was het? Ken je de naam? Is de First Lady met flink hoor. Heb je cadeautje van mama gehad vandaag?
Nee. Je hebt nog niet gehad? Nee. Maar je gaat een cadeautje krijgen van de First Lady, toch? Ja. Ben je blij? Ja. Dan ga je de First Lady bedanken. Ja. Bedankt, Donna. Dank je wel. Dank je wel, First Lady. Dank je wel, First Lady. Het is vandaag kinderdag, juf. Wat heeft u zoal met uw kindertjes gedaan? Nou, we hebben ze voorbereid op deze grote dag. We hebben ze verteld dat vandaag 5 december alle kinderen jarig zijn. En alle kinderen verdienen speciale aandacht vandaag. Het is namelijk zo dat u een peuterschool heeft. U bent leidinggevende van een peuterschool. Hoe voelt dat aan om zoveel kindertjes onder uw hoede te hebben? Ik vind het prima. Het is een verantwoordelijkheid en ik passeer liefde naar deze kinderen. We verwennen ze met liefde. En het is een hoogtepunt om van 7 uur 's morgens tot en met 2 uur de verantwoordelijke te zijn over deze kinderen. De ouders zetten die kinderen af en ze zijn klaar. Hoe lang doet u dit werk aan? We zijn al 12 jaar bezig. Wat is uw boodschap op deze speciale dag naar de ouders toe en ook naar de kinderen? Oké, naar de ouders wil ik zeggen, verwen uw kind met liefde. Niet met mooie dingen dat we zeggen, je houdt van dat kind. Nee, passeer de liefde naar dat kind. Geduld, begrip en luisteren naar dat kind. Niet omdat je mama bent, dan mag je alles. Dat kind heeft ook een gedeelte van dat kind leven, waar dat kind ook iets speciaals wil. En meestal, misschien zeggen de kinderen soms van mama, vandaag lust ik geen brood met pindakaas. Nee, je moet het eten. Want als mama het niet lust, dan eet ze het niet. Waarom dat kind dan niet? Dus dat kind heeft ook recht op iets lekkers. En de kinderen, wat is uw boodschap naar hun toe op hun dag? Want vandaag zijn ze jaren. Ik wil ze zeggen, geniet van deze dag. Het is elke dag kinderdag, maar vandaag worden ze extra in de bloemetjes gezet. Annie, hoe gaat het? Goed. Welke dag is het vandaag? Welke dag is het vandaag? Kinderdag. Okay. Hebben jullie een cadeautje van mama gehad? Ja. Wat heb je van mama gehad? Een ding, een pop en een armband en ketting en een ring. En wat heb jij van mama gehad? Ik heb een tablet gehad en een telefoon. Mag ik je tablet? Nee. Waarom niet? Nee. Maar waarom mag ik het niet? Ik wil met je tablet spelen. Mag ik je pop lenen? Nee. Waarom mag ik je pop lenen? Je mag toch ook met een pop spelen? Ja. Dus je mag met de pop lenen, toch? Ja. En er was een vrouw vanmorgen hier bij jullie. Hoe heet die mevrouw? First Lady. Hoe heet ze? First Lady. Oh, en First Lady gaat jullie ook een cadeautje geven. Ben je blij? Ja. En wat zeggen jullie tegen First Lady? Want ze gaat jullie ook een cadeautje geven. En wat zeg je? Dankjewel, First Lady. En vandaag is jullie dag, dus wat ga jullie zeggen? Hier, piep, 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 piep. Hoera! First Lady, het is vandaag 5 december, kinderdag. Vandaag vindt ook de officiële heringebruikname van de speeltuin plaats. Van waar het initiatief? Nou kijk, je weet, ik krijg een heleboel donaties. En ik kijk daarnaar dingen wat ik kan doen voor de gemeenschap met de donaties. En een van de dingen wat ik altijd als ik hier kwam, want als je weet, die tenten heb ik ook gedoneerd aan de Palmentuin. Heb ik naar het speeltuin gekeken en ik dacht van, weet je... Alles is stuk, ik wil het aanpakken, ik wil het upgraden, ik wil nog meer toestellen en plaatsen. Vandaar het idee en vandaag zijn we zover, u ziet het, kijk hoe blij de kinderen zijn. Nou, ik wil aan de kinderen zeggen, laat me eerst zeggen, ik wil aan de ouders zeggen. Weet u, kinderen zijn een parel. En wij als ouderen moeten onze kinderen opvoeden. En als wij vanaf
hun geboorte eigenlijk, al met onze kinderen bezig zijn. Dat is belangrijk. Weten we bijna zeker dat het goed komt met onze kinderen. Aan de kinderen wil ik vragen, luister naar je ouders. Luister alsjeblieft naar je ouders. Ze bedoelen het goed. Vaak lijkt het alsof we praten bla 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 bla. Maar het gaat alleen om jullie. En dat is wat wij willen. We willen een goede basis in ons land. En we krijgen alleen een goede basis als we echt heel goed bezig gaan zijn met onze kinderen. Denk naar die vlinder, dansen naar de hemel. In de wolken, want daar is het licht. Kom met mij dansen, zo licht als die vlinder. Op het een aan de wind die verweegt. Laat het binnen, laat het binnen, maar de roep aan de tijden. Ja man! Het is Demi de Clown en namens Jogo Entertainment wens ik alle kinderen een fijne kinderdag. En laat je verder door mama en papa, hè. En wij kijken ook naar GOF TV. Yeah!